Joey Slegers, ga jij de wedstrijd van je leven spelen? Tot nu toe is dit denk ik wel de mooiste wedstrijd van dit seizoen. Ja, het seizoen is net pas begonnen en dat je gelijk... Ik had niet over het seizoen, gewoon uit je carrière. Tegen Feyenoord, namens AS Trentin. Ja, tuurlijk. Ja, dat is je oude club. En als je dan tegen Feyenoord speelt, ik denk tot nu toe ook nog Europees voetbal, denk ik de mooiste wedstrijd tot nu toe die er gaat komen voor mij. Joh. Kun je uitleggen hoe je er naar uitkijkt? Ja, heel erg. Ja, toen ik zag dat Feyenoord uitkwam bij de loting, ja, dat is prachtig voor mij natuurlijk. Oude club en dan tegen hun te spelen op dit podium, ja, dat is mooi. Toch vragen wij ons in Nederland af, hè? We volgen het Slowaakse voetbal natuurlijk eigenlijk gewoon niet. We weten ook niet waar jullie toe in staat zijn. Waar zijn jullie toe in staat en zijn jullie in staat om het Feyenoord lastig te maken? Ja, hier bij de club lopen veel mensen rond aan Nederland, dus we weten precies wat we van Feyenoord moeten verwachten. En ik denk dat wij wel een team zijn die van onze eigen kracht uitgaat en een bepaalde manier van voetbal speelt die niet veel ploegen spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze wedstrijd verloopt. Ja. En dan ook in de wetenschap dat Feyenoord nogal wat belangrijke pionnen mist. Hè? Van Persie is er bijvoorbeeld niet bij. Ja, klopt. Ja. Dat is voor ons alleen maar positief dat zulke namen niet meedoen. Dus, Echt niet jammer? Ja, natuurlijk. Als je tegen zulke namen ook kan spelen, dat is ook alleen maar mooi. Maar ja, voor ons denk ik als team is het alleen maar beter. Hoe is het hier? Hoe is het om in dit land te werken, te leven, te voetballen? Om te voetballen is het gewoon prima. Op het begin was het natuurlijk even wennen. Je komt toch in het Oostblok terecht. Dus toch wel wat anders dan bij ons in Nederland. Maar nu ben ik eraan gewend en gaat het allemaal goed. Het leven hier? Ja, het is rustig. Ja, het stadje Trentin is gewoon een rustige stad. Je bent bezig met je voetbal. Daarna ben je gewoon thuis. En in je vrije tijd doe je wat leuke dingen. Of je trekt naar Bratislava. Maar voor de rest ben je alleen maar met voetbal bezig hier. Succes dan maar morgen. En geniet vooral tegen je oude club waar je eigenlijk bent groot geworden. Ja, zeker.